Hey, vandaag gaan we de upright row bespreken. Dat is een goede oefening voor je schouders en je trapezius. En die gaat als volgt. Ik heb een EZ-stang. Daar zit een lichte buiging aan. Dat is prettig voor je polsen. Raad ik aan om hem zo te doen. Nou, je spant je buikspieren aan, je billen. En je brengt je schouderbladen naar achter. Dus die trek je, die span je aan. Schouders hou je op dezelfde plek. En je brengt vervolgens rustig de stang omhoog. Tot ongeveer net onder je borst. Breng hem niet te hoog. Dan breng je je schouders in een vervelende positie. Tot ongeveer hier. Elleboog omhoog. Schouders op dezelfde plek. Span een seconde aan. Rustig terug. Omhoog. Elleboog omhoog. Span goed je schouders en je trapezius aan. Zak rustig terug. Oké, belangrijk om dus niet te explosief te doen. Helemaal omhoog te trekken. Langzaam uit te voeren. En boven bij je borst goed aan te spannen. Dit is de upright row. Voer hem goed uit. Succes met trainen.